Zo is het Staphorst dat het initiatief probeert te nemen in de eerste minuten van deze wedstrijd. En ook het meeste balbezit heeft. Meijnheer, die bal is aangeraakt onderweg. En dus alsnog de hoekschop voor Staphorst die genomen gaat worden door Mike Reuvers. Daar bijna. Die bal die binnenvalt. Zo. Martijn Brakke. Krijgt Pardoes die bal voor zijn voeten. En probeert het maar eens met zijn linker. Oh, die bal is niet lekker uitgeschoten door Van der Meulen. En dit kan zomaar een kans opleveren voor Ter Avest. En die stuit dan wel op Van der Meulen. Die daarmee zijn beroerde uittrap weer goed maakt. Doorkoppen. Geen overtreding. Maar Staphorst komt er moeilijk uit. Buitenpost neemt over. Voordeel, zegt de scheidsrechter. Weer de voorzet van Joost Jesse Visser en dan in het zijnet geschoten. En zo kruipt ook Buitenpost wat meer uit de schulp. Martijn Brakke. Ja, het is een aardige bal in de richting van Meijnheer. Die moet dan met de voorzet komen. En daar is dan de goal, inderdaad. De 1-0 van Mark Veldmaten. Als we bijna 40 minuten op de klok hebben in Staphorst, wordt de band dan toch gebroken. Na goed voorbereidend werk van allereerst Martijn Brakke en Rob Meijnheer, is het Mark Veldmaten die binnenschiet. Buitenpost wat meer in balbezit in het eerste gedeelte van de tweede helft dan in het eerste bedrijf. Hij moet natuurlijk op jacht naar de gelijkmaker. Het is een goede bal naar Rob Dijkstra. Moet voorzetten. Ai, en daar is de kopbal van Jorrit Terpstra. Ter Avest. En daar de poeier. En de schitterende redding van Van der Meulen. Het schot was van Mike Reuvers. Meijnheer heeft van het ende. Mike Reuvers. En weer stuit hij op Kevin Van der Meulen. Dit schot kwam van Rob Dijkstra. Maar hij schiet naast. Staphorst. Met het schot dat zomaar tot doelpunt zou kunnen worden gepromoveerd. Door Mark Schrade invallen. Moet maar eens gaan schieten, zou je zeggen. Dat gebeurt dan ook. Maar Reuvers schiet die bal over. Veldmaten. Van het ende. Terug naar Veldmaten. Nu dan, van het ende. Oh, en weer die redding van die doelman. Kevin Van der Meulen. Daar een vervelende botsing. Maar Buitenpost gaat door en gaat scoren. Jawel hoor. Joran Olijven met de gelijkmaker. In de dying seconds van deze wedstrijd. Meijnheer. Die bal voor, maar dit is te simpel voor Kevin Van der Meulen. En zo is het afgelopen hier. En doet Staphorst zichzelf schromelijk tekort.